En dat sluit goed aan bij de weersverwachtingen en het weer op dit moment in Nederland. In de laatste aflevering van Natuur naast de deur, vanavond een winterverhaal. Dit is de rosse woelmuis. Het is een van de dieren die je, als je goed oplet, 's winters bij huis kunt tegenkomen. Deze woelmuis heeft nog een nestjongen, wat heel laat in het jaar is. In het hol is het warmer dan buiten. De jongen drinken nog bij hun moeder. Voor roofdiertjes als bunsings en hermelijnen zijn ze niet veilig. Die achtervolgen de muizen vaak tot in hun holen. Dit is de bunsing, een geduchte jager. De rosse woelmuis krijgt nu echt honger. Bij de boerderij is altijd wel iets te halen. Aan de ijsbloemen op de ruiten kun je zien hoe koud het is. Als de volgende dag de zon schijnt, ontdooit de sneeuw. Het dooiwater sijpelt langs de ijspegels en door de lage temperatuur bij de grond bevriest het weer. De pegels worden langer. De bunsing gaat weer op jacht. Ook de edelherten trekken in de richting van de mens. Misschien ligt er bij de huizen en boerderijen wel hooi, brood voor de vogels of kuilvoer voor het vee. En zo komen de rosse woelmuis en de herten elkaar tegen. Rosse woelmuizen klimmen soms in bomen om de voedzame knoppen en de zachte bast op te eten. De bunsing heeft nog niets gevangen. Dan ruikt hij iets. De woelmuis misschien?
De woelmuis heeft ook last van de nattigheid. Toch moet hij iets eetbaars zien te vinden. Het aardige van rosse woelmuizen is dat ze onder de sneeuw loopgangetjes maken, zodat ze niet door roofvogels gepakt kunnen worden. Net als hij eindelijk lekker gras zit te knabbelen, krijgt de hongerige bunsing hem in de gaten. Hij volgt het geurspoor van de woelmuis. En dan begint een woeste achtervolging. Is hij hem kwijt? Pas als alles weer rustig is, komt de woelmuis weer tevoorschijn. In het nest is alles nog oké.